Deze vraag leg ik uit door middel van de kruistabel. In de vorige vraag hadden we al uitgerekend wat mijn gemiddelde snelheid is in de stad. En nu willen we weten hoeveel procent je sneller fietst op het platteland. Daarvoor zullen we eerst moeten uitrekenen wat mijn gemiddelde snelheid is op het platteland. Dat kunnen we weer doen met de kruistabel op dezelfde manier als de vraag in de stad. We vullen gewoon de cijfers in. 39. 12,6. We vullen in 60. We vermenigvuldigen 12,6 met 60. We delen dat door 39. En daar komt uit um, 19,4. 19,4 kilometer per uur is dus mijn gemiddelde snelheid. Op het platteland. Nou willen we weten hoeveel procent sneller dat is dan in de stad. Dat, ook dat kunnen we doen door middel van een kruistabel. We moeten wel even goed nadenken waarmee we vergelijken. Dat is in dit geval 12,6. Dat is het basisgetal. En dat stellen we dus altijd gelijk op 100%. We willen weten hoeveel procent dan 19,4 is. Dus dat kunnen we weer gaan uitrekenen door in onze rekenmachientje in te typen 100 keer 19,4. En dat te delen door 12,6 en dat is 118. Dat is nog niet het antwoord op je vraag, want er wordt gevraagd hoeveel procent ik sneller ben en dat is dus 18%. Procent. En dat is dan wel het antwoord op je vraag.